Hallo Cynthia. Hey. Lukt het een beetje? Tja, het is te zeggen, ik vind het altijd moeilijk om de juiste maat te vinden. Soms heb ik 36, dan 38, je hebt soms al 42 gehad. Hoe komt dat eigenlijk dat die maten zo vaak verschillen? Ja, heel veel kledingmerken worden in het buitenland gemaakt. Sommige merken komen van Duitsland en Nederland. Die dames zijn groter, forser. Dus die merken vallen groter, ruimer. En Italië, Franse merken, vallen klein. Dus wij Belgische dames, wij vallen daar eigenlijk net wat tussenin. Dus ja, we zitten natuurlijk vaak vast aan die maten, dat zit tussen onze oren. Maar waar kan je dan best wel op letten? Kijk niet op maatje op het kaartje. Nee. Een vrouwenlichaam verandert door de jaren heen. En dat is de wet van de natuur. Daar kunnen wij daar spijtig genoeg niks aan doen. Gewoon kleding waar je goed in voelt. Ja. En er zijn ook altijd trucjes om ons net iets smaller te doen tonen. Inderdaad. Daar kan je bijvoorbeeld bij een dame die smal is van schouder, maar onderaan brede heupen heeft, maak gebruik van een kleine, fijne epauletje. Ik hou nog altijd vast aan de hakken om toch een beetje groter te lijken. Maar heb je tips voor kleinere dames om toch een beetje groter te lijken? Ja, inderdaad. Ik kies daarvoor beter in een ensemble, in ongeveer in dezelfde kleurtinten, waardoor je zelf slanker en groter lijkt. Je kan kiezen voor een rechte pijp van broek of een bootleg. Wil je toch eens een printje, kies dan voor het bovenstuk met een printje, maar niet de beide. Want dan ga je sowieso kleiner lijken en ook zwaarder. Mm-hmm. En dan zoveel verschillende stoffen. Wat raad jij vandaag de dag aan? Ja, tegenwoordig de laatste jaren wordt er veel gebruik gemaakt van viscose. Goed, voilà. Met die tips ga ik mijn collectie eens uitzoeken. Hè? Prima. Als ik je kan helpen, met plezier. Graag, dankjewel. Okay.